bondscoach van Nederlandse Sprengruiters. Eerste dag van het WK springen achter de rug hier in Cannes. Even een kleine balans. Tevreden? Ja, zeer tevreden. Ik vind dat alle ruiters eigenlijk zeer goed gereden hebben. En alle paarden zeer fit en overtuigend gesprongen hebben. Dus ik ben eigenlijk een zeer tevreden coach voor de eerste dag. Wat maakt je dan zo blij? Nou, de manier waarop. Kijk, je kunt op een gegeven moment wel een goede prestatie neerzetten. Maar ik vind, zoals op dit moment, zoals de paarden springen, zoals de ruiters rijden, zo gemotiveerd als ze zijn, het loopt gewoon lekker. En dan heb je ook een gevoel dat dat bij wijze van spreken morgen en overmorgen ook zo zou kunnen zijn. Kijk, in onze sport krijg je nooit geen bankgarantie. Maar het is wel op een gegeven moment zo, de manier waarop vond ik vandaag heel overtuigend. Het parcours was niet echt hoog, maar er zaten wel technische grapjes in. Vijf van die rollbacks, daar ben jij nooit een voorstander van geweest, van dat soort parcoursen. Nee, omdat dat er heel veel uithaalt. En toen we vanmorgen het parcours liepen, heb ik eigenlijk met mijn collega bondscoaches van andere landen toch wel een keer... tegen elkaar gezegd van kort, is dit wel een WK-waardig jachtparcours? Omdat je begon om een heel klein oksertje. Nummer 2 was eigenlijk een stijlsprong op 1,45 meter. De proef was niet lomp, maar ja, oké. Okay, uiteindelijk is het toch een goede proef gebleken, want het veld is toch dusdanig door elkaar heen gehutst. En de goeie zijn toch uiteindelijk boven komen drijven. Dus uiteindelijk was het wel een faire proef. Het heeft eigenlijk niet veel uit de paarden gehaald. We moeten ook denken in het welzijn van paard. En achteraf gezien, ja, was het toch een mooie proef. De Nederlandse ruiters hebben naar mijn gevoel ook op overhouden gereden. Want ja, ze reden heel scherp, kort wendend door die hele korte wendingen, die rollbacks heen. Terwijl ze tussen de hindernissen in eigenlijk het gevoel gaven, althans voor het oog, dat ze niet echt heel hard reden. Nee, dat is de tactiek die we eigenlijk al een paar jaar hebben. Dat we eigenlijk op een gegeven moment een snelle, vlotte ronde willen rijden, maar niet met dusdanige risico's dat je eigenlijk op lange lijnen gewoon alles uit elkaar jaagt. Het moet goed gepland worden, de goede wendingen gemaakt worden, paard in balans houden. Dat je eigenlijk toch snel rijdt, maar wel met het verstand. En dat je op een gegeven moment het paard nog overhoudt voor de komende dagen. Dat was eigenlijk de missie waar we vanuit zijn gegaan, die we al jaren hanteren en die eigenlijk vrij vaak goed uitpakt. Je hebt zo meteen nog een loting. Veel succes bij de loting. Ik hoop dat je achter in het veld mag loten. Ja, dankjewel. Dankjewel en veel succes morgen. Dankjewel.